Het commissariaat van het district Para gaat samen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer GBB een onderzoek instellen over de uitgifte van concessies in het dorp Hollandse Kamp. Dit geeft de districtscommissaris Marlene Joden aan. Vandaag hebben inheemsen van het dorp Hollandse Kamp zich begeven naar het gebied waar de ontbossingswerkzaamheden plaatsvinden. De burgermoeder attendeert de samenleving erop dat de eindbeslissing voor het uitgeven van grond niet ligt bij het commissariaat. Het commissariaat dan een onderzoek heeft gepleegd, dan komt het sowieso, dan moet het toch op het commissariaat zijn. Want dan heb je een DC-advies. Maar op onze advies moet u weten, de DC-advies zijn niet bindend. En daarom schrijven we altijd minstens tot niet derde behoort. Want degene die eigenlijk werk moet doen is grondinspectie. Sowieso moeten we ook checken of het in de gemeenschap is van de inheemse of het buiten staat. Want ze hebben ook een demarcatielijn. Dus daarmee moeten we ook rekening houden. Dus die meneer die bezig is moet even dan aanhouden. Inheemsen van het dorp Hollandse Kamp trachten middels een protestactie de stopzetting van ontbossingsactiviteiten in hun woongebied. Volgens verklaring van de gemeenschap aldaar zijn deze ontbossingswerkzaamheden in november 2022 gestart. Samen met de verschillende inheemse organisaties is er aandacht gevraagd voor de gronduitgiften in de inheemse gebieden. Volgens kapitein Sergio Jubitana van Hollandse Kamp wordt hun woon- en leefgebied bedreigd. Het is Hollandse Kamp, is ons leefgebied. Waar we gaan vissen, jagen, waar we planten, waarvan we eten, is in gevaar. Vorige week vrijdag belde de districtsecretaris naar mij met de mededeling dat de DC heeft aangegeven. Dus de DC gaat ons niet ontvangen. De DC geeft aan dat de mannen gewoon mogen werken, want ze hebben een beschikking. Ik heb gezegd nee, dat was niet de afspraak. We moeten praten. En tot heden heeft de DC niet geen contact gemaakt. Vanmorgen kwamen we hier. We zeggen we gaan een media aandacht zoeken. Als we maar rustig blijven, vredelievend volk, dan weet de gemeenschap niet wat er gebeurt. Weet de minister niet wat er gebeurt. Weet de president niet wat er gebeurt. Weet de vicepresident ook niet wat er gebeurt. Dan gaan we media aandacht zoeken. En dat hebben we vandaag gedaan. Bij aankomst gaf de operator aan dat hij gisteren bij de DC was. En de DC heeft hem aangegeven dat ze door mogen werken. Dus dat wil zeggen, onze rechten, inheemse rechten, worden vertrapt. We worden niet geteld. Wij zijn de rechtmatige eigenaren van Suriname, toch? Wij hebben ieder verwelkom, omarmd. We leven met ieder. We zijn stil, we blijven altijd stil. Maar we moeten nu naar buiten komen, omdat we in onzekerheid leven in Hollandse Kamp. Dat is het verhaal hierachter. Volgens de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, wordt er eerder gewerkt aan de implementatie van grondconversie in plaats van het grondrechtenvraagstuk. Echter doet ze een beroep op de regering en het parlement om het grondrechtenvraagstuk prioriteit te geven. Verder wil de FITS het pad van dialoog bewandelen om tot een oplossing te komen. Na jaren weer fatigue om grondletten. En ik denk dat ik aan en we actieden ook toe. Want het grondrechtenvraagstuk, ook toe de DNA, dat schrijf nog bespreken het toe. Lek of een grondconversie die we behandelen voor ze. Maar moet ik nu eerlijk, nu nego agree naar een grondconversie. Dat aan ook die unu lek binnenlandbewoners. Unu wan un grondletti, mek de gie unu letti, lek ingi. En dan de kan lukken de intra bevolkingsgroepen. Want unu na eerste bewoner. En omdat die de no wangi unu unletti eten. Met alle de soort sanisi. Vreemde sani e gebeurt binnen de inheemse gemeenschap. En unu accepteren moro. We zijn bereid om te praten. Maar laat het op een goede manier. Laten wij ook als inheemse betrokken worden in hun besluiten. De FITS zal aanstaande vrijdag aan tafel zitten met de minister van GBB om deze kwestie te bespreken. Het ministerie was niet bereikbaar voor een reactie.